Welkom allemaal, fietsers, wandelaars. Ik ga van start. Wat ik eigenlijk altijd doe met een lezing of een workshop die ik geef. Ik ga gelijk in het diepe. Ik laat jullie kort een filmpje zien van het is 1,5 minuut. Want daar draait het eigenlijk om. En dan neem ik jullie daarna mee in mijn tocht. Daarom zitten we hier, want alle beelden die je hebt gezien, die zijn met dat piepkleine cameraatje wat je ziet bij die iPhone 5S. Al die beelden zijn in die tijd rond 2013 gefilmd en weliswaar met een hoop toeters en bellen daaromheen. Maar wel feitelijk alle beelden met een iPhone gefilmd. Dat was toen het vlaggenschip, de 5S. Nu zijn we inmiddels in afwachting van de 4, of van de 14. En hebben we de iPhone 13. En nou, dan eventueel de Pro Max uitvoering. Nou, dan heb je het over 12 megapixels. Inmiddels is iedereen het al over eens dat die megapixels eigenlijk niet meer zoveel te zaken doen. Eigenlijk is de essentie waarom ik met die 5S begin en ook die beelden daarvan, is omdat hij filmt op 1080p, dat is full HD, en in 30 frames per seconde. En hij heeft weliswaar softwarematig, maar toch, hij heeft beeldstabilisatie. En dat maakt dat je in één keer echt kunt filmen en dat ook op een groot scherm kunt projecteren. En dat die beeldkwaliteit volledig overeind blijft. Nou, zoals ik al zei, je hebt tegenwoordig de iPhone 13 en je hebt de Samsung S21. En ja, Samsung heeft over het algemeen iets betere specificaties. En iPhone, die weet beter de specificaties ook via software in de praktijk te brengen. Dus het ontloopt elkaar niet veel. Wat wel belangrijk is, is dat die software steeds belangrijker wordt bij die camera's. Je kunt bijvoorbeeld dingen die je met een traditionele spiegelreflex helemaal niet kunt. En dat is namelijk een vol tegenlicht filmen of fotograferen. En dan zowel het beeld wat in tegenlicht zit goed belichten en ook de omgeving daaromheen goed belichten. Nou, dat zijn dingen die met een traditionele camera helemaal niet kunnen. Maar dat kan wel met de software waar deze camera's mee aangestuurd worden. En tot slot, nou, zeker als je aan het wandelen bent, als je aan het lopen bent, iedere gram telt. En de beste camera is die camera die je bij je hebt. En inmiddels zijn we al zover dat eigenlijk iedereen deze camera bij zich heeft.
Daarom. Oh, één punt wil ik nog even noemen. En dat is, zie je die knop van YouTube. Dat is ook een hele belangrijke speler in het geheel. Van op het moment dat dit allemaal speelde van die, in die 5S, toen kwam ook het platform waar je op kon publiceren. En dat was YouTube. Pas veel later zijn Facebook en Twitter ook op hun platform gaan het mogelijk gaan maken om video erop te zetten. En sterker nog, ze dwingen je nu bijna om het op die manier alleen te doen. Maar dat is wel heel belangrijk, want dat platform maakt dat je ook kunt publiceren. En dat heeft echt geleid tot de volledige democratisering van beweging Pilt. Ik vertel kort even iets over mezelf. Ik ben Arthur. Je ziet me hier links boven met een iPhone in mijn hand, met deze. Een van de allereerste. En dat is 2009. Ik was daar op Oost-Groenland in een heel klein dorpje. En als je goed kijkt, zie je daaronder een zwart-wit fotootje. En als je nog beter kijkt, dan zie je op dat zwart-wit fotootje twee blanke jongetjes. Eén daarvan ben ik. Mijn vader was cultureel antropoloog. En die deed in die tijd participerend onderzoek. In Tidrida. En dat was een heel klein jagers-verzamelaars dorp. 200 mensen. Daar ben ik voor een gedeelte van mijn jeugd opgegroeid. In die foto daarboven ben ik terug. En wat ik in mijn handen heb, wat ik al zei, was deze. En daar kon ik niet meer bellen. Want dat kon daar niet met deze telefoon. Het enige wat ik ermee kon, ik had hem helemaal volgestopt met beeld. En je ziet mij ook druk in gesprek met twee mensen. En Ole, die naast me zit, daar heb ik mee op school gezeten. Maar met die iPhone vol met beeld had ik altijd een gesprek. Dat was geweldig. Je kunt iedere keer communiceren naar aanleiding van de beelden. Trouwens, in het Oost-Groenlands was dat spreken. Robert noemde al Design Academy. Ik ben inderdaad afgestudeerd op een voorloper van een smartphone in samenwerking met het NatLab in de tijd van Philips. En daar onder mijn naam zie je ook twee mensen die zijn aan het filmen. Die filmen elkaar. En ja, het leuke daarvan is, ze maken een 18 seconden filmpjes. Dat laat ik heel vaak mensen doen in workshops die ik geef. 8 seconden om te vertellen wie je bent. 10 seconden om te vertellen waarvoor je gaat. In je werk of in je leven. En omdat het heel kort tijd is, moet je in die korte tijd tot de kern komen. Dus je moet eerst allemaal dingen eromheen afpellen. En dat leidt tot prachtige, prachtige filmpjes. Tot slot laat ik ook nog even een heel kort een filmpje zien uit 2009, want toen filmde ik ook. En ik had toen zo'n handicap als iedereen toen had. Nou, ik laat even het beeld zien wat je daarmee schiet. En let vooral op de resolutie. Is natuurlijk prachtig. Mijn dochter. Zo groot zijn de verschillen. Want als je nu met een smartphone filmt, dan haal je veel en veel betere kwaliteit. Nou, wij zijn Vetsje, dat is mijn collega, die is vooral van de communicatie. Die heeft zo'n achtergrond. Maar ja, die is er nu niet bij. We werken veel voor bedrijven en heel vaak intern op locatie. En daar leren wij mensen om bewegend beeld in te zetten in hun organisatie. En we zijn daar ooit mee begonnen bij RIVM, zo kennen jullie het. En
daar hebben we een aantal pilots gedraaid. En daar zijn we nog steeds hun heel erg dankbaar voor. Want toen was het echt pionieren. Je moest ook mensen nog uitleggen dat je sowieso dat je dat kon doen met een smartphone filmen, laat staan monteren. En nou, we werken veel in de zorg. We werken veel voor gemeentes. We werken bij de mensen die andere mensen aan werk moeten helpen. Sollicitaties. Je kunt het zo gek niet bedenken. Altijd wel de focus op korte film. Korte films met focus. Ik laat een voorbeeld uit onze praktijk even zien. Dit is gemaakt door Loes Wernse van de HKU Utrecht. Dat is ze werkt op het conservatorium. En ze heeft een film gemaakt over een student van haar, Sophie. Het heet The Soundwalk. Zij heeft bij ons een workshop in 2 dagdelen gevolgd. En daar was dit haar resultaat van. Waarom ik deze heb uitgekozen is omdat ze heel goed het verhaal opbouwt. En omdat ze heel goed verschillende standpunten inneemt met de camera ten opzichte van wat ze in beeld brengt. Wat ze heel mooi doet, is dat stuk waar ze de elektrische piano in beeld brengt. Daarnaast doet ze nog iets. Ze gebruikt het geluid. Ze laat tijdens de film langzaam maar zeker het geluid helemaal wegvallen om ruimte te maken voor de eclips als er weer vol het geluid in beeld komt. Dat doet ze prachtig. Daarom laat ik deze zien. Hij duurt precies een minuut. Dag met een wandeling terwijl ik naar mijn eigen muziek luister. En dan schrijf ik alle indrukken die ik heb in mijn telefoon. En er komen ook vaak klanken in me op en die neem ik ook op. En als ik dan thuis kom, dan werk ik alles uit achter de computer en daarna ga ik componeren. En soms zijn dat nieuwe stukken en soms ga ik verder aan bestaande stukken. Ik ontwikkel nu een app met geluidswandelingen waarbij door mij gecomponeerde muziek gekoppeld is met een wandelroute. En je hebt het gevoel alsof het landschap echt tot leven komt. Maar dit is echt mijn levenswerk. En ik ga gewoon niet het loodje leggen voordat ik de app gewoon wereldwijd, elke millennial, daarmee heb kunnen helpen. Goed. We gaan naar de telefoon zelf. Ik ga jullie een paar dingen laten zien. En ook om mee te beginnen gelijk wat voor instellingen je kunt maken. Dat geldt zowel voor de iPhone als voor Android telefoons. Het enige verschil is dat bij de iPhone zit het echt daadwerkelijk in je instellingen. En bij de Android-telefoon zit het over het algemeen in de camera-app zelf. Dus die moet je daarvoor openen. Ik pak mijn telefoon er even bij, zodat je hem goed kunt zien. En ik ga eerst even naar mijn. Dit is de camera, maar ik wil even naar mijn instellingen, want ik wil even een aantal dingen aan- of uitzetten. Dus ik klik op het tandwieltje, de instellingen. En ik scroll, zeg maar. Kijk, hierboven kun je bijvoorbeeld op vliegtuigmodus zetten. Dat kan je ook via je beginscherm. Daar kan je voor kiezen. Van. Dan kun je dus niet gestoord worden als je aan het filmen bent. Ik ga even naar de camera. Die zit hier. En die open ik. En gelijk de bovenste. En kijk, wat je hier in beeld hebt, dat is verschillend. Dat hangt af van welke telefoon je hebt en wat de mogelijkheden zijn. Hierbij neem je video op. Heb ik hem gewoon staan op 1080 HD met 30 frames per seconde. Dat volstaat. Dat is prima kwaliteit. Je kunt ervoor kiezen om op 4K te gaan filmen. Het neemt wel veel meer ruimte in beslag. Groot voordeel daarvan is van dat je iets ruimte hebt om iets in te zoomen
op het moment dat je ja, je beeld iets te wijd is. En vervolgens heb je het ook over de snelheid, hè? Want je hebt het over 30 frames per seconde. Dus dat wil zeggen 30 fotootjes per seconde. Je kunt hem ook op 60 fotootjes per seconde zetten. De enige reden om dat te doen is als je iets filmt wat echt heel veel snelheid heeft. Vooralsnog, in eerste instantie zou ik zeggen, kijk, het neemt allemaal geheugenruimte in beslag. Dus ja, dat is een afweging die je moet maken. Ik zou hem vooralsnog als eerste gewoon op die 1080 zetten en 30 frames per seconde. Dan laat ik hem op staan. Nou, verder kun je slow motion invullen van wat, hoe die dat afhandelt. Daar ga ik nu even niet verder op in. Wat ik wel heel belangrijk vind en wat ik echt pertinent wil dat jullie aanzetten, dat is het raster. Die staat hier en die maakt dat je je beeldscherm in horizontaal en verticaal in drieën deelt. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Bij Android heet het meestal beeldlijnen, maar er zijn zoveel versies van Android dat ik nooit precies kan zeggen hoe het in jouw telefoon kan zijn. Maar als je even googelt op beeldlijnen aanzetten in camera app van het model wat je hebt, ben je er zo achter. Oké, dit wat betreft mijn instellingen. Ik ga nu over naar mijn camera zelf. Die open ik. En dan zie je hem gelijk in beeld. Ik zie, en je ziet ook gelijk een heleboel zwart eromheen. Omdat ik hem verticaal hou. Je kunt hem ook horizontaal houden. En dat maakt gelijk heel veel uit. Zie je de beeldlijnen trouwens die erin zitten van dat raster? En met dat ik hem zo heb staan, wil ik je ook eigenlijk op het hart drukken om per definitie, tenzij je echt een goede reden hebt om het anders te doen, horizontaal te filmen. Want overal waar je het op een website of wat dan ook neerzet, zal hij anders die zwarte lijnen eromheen hebben. En zul je veel kleiner in beeld komen. Dat is zonde en niet nodig. Als je specifiek voor Instagram, stories of Snapchat of whatever ander medium aan het filmen bent, dan gelden natuurlijk de regels van dat platform. En dan kan je het beste ook daarop voldoen, want dan kom je best in beeld op dat platform. Goed. Daarnaast vind ik heel belangrijk dat je één manier aanleert. En niet de ene keer zo filmt en de andere keer zo filmt. Leer je één manier aan, dan weet je waar je aan toe bent en dan zal je dit niet zo snel meer gebeuren. Nou, let op de lenzen natuurlijk, hè, dat liet ik al zien. En de microfoon, nou, de microfoon die zit meestal hier zo, een heel klein gaatje. En ondanks dat het maar één gaatje is, neemt hij wel stereogeluid op. Maar het is dus absoluut niet dezelfde microfoon als waardoor je belt. Zoek stabiliteit. En dat kan mede door je armen tegen je lijf aan te houden. Sommige mensen vinden dat ideaal. Ik helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik zoek altijd een positie op waar ik tegen aan kan leunen. En zelfs als dat beneden aan de onderkant van mijn benen is, haal ik daar heel veel steun aan uit. En wordt mijn beeldveld een stuk stabieler. Je kunt zien dat hij, ik zal hem even omkeren, want dan kun je zien, dan gaat hij een vierkantje om mijn hoofd doen. Als het goed is, ja, zie je dat heel even. Daarna houdt hij er al snel mee op. Maar wat hij doet met die vierkantjes om je hoofd, en ook als je dat, als je gewoon met de gewone camera's filmt, en je filmt meerdere mensen, zie je allemaal vierkantjes om die hoofden te verschijnen. En dat doet hij omdat hij herkent dat het een gezicht is. En vervolgens neemt hij aan dat je daarop wil scherpstellen.
En dat doet hij ook vervolgens. En als er meerdere gezichten zijn, dan middelt hij daartussen. En hij past dan ook je belichting aan. Dat doet hij automatisch en dat doet hij eigenlijk inmiddels heel erg goed. In de tijd van de iPhone 5 was het nog geregeld aan de hand dat hij dan de hele tijd heen en weer zat te gaan tussen daar scherpstellen en hier scherpstellen. Dat is ontzettend storend. Maar inmiddels zie je dat dat bijna niet meer gebeurt. Maar je kunt ook handmatig scherpstellen. Ik laat het even verderop zien. Want je kunt je scherm even aantikken. En dan zie je een vierkantje verschijnen. Nu rond dat raam. En een zonnetje daarnaast. Nou stelt hij scherp op dat raam. Als ik nou verticaal over mijn beeldscherm beweeg. Dan zie je dat ik het licht aandoe als het ware. Zelfs helemaal over belichting. Ik kan hem ook donkerder zetten. Dus ik kan hiermee mijn belichting aanpassen. Als ik iets heen en weer beweeg, dan staat hij weer op automatische scherpstelling. Ik kan hem ook helemaal vastzetten. Dan houd ik mijn vinger langer op dezelfde plek. Kijk, dan komt er een grote vierkant. En dan staat de AE en AF vergrendeling in beeld. Ook hier geldt dat je de belichting kunt aanpassen. En wat hij doet, hij heeft nu vastgezet de afstand van hier tot het raam. En dat is zijn scherpstelling. En wat je nu ook doet, of je naar die kant op gaat, daarheen gaat, als je dichtbij gaat, dan zul je zien dat het onscherp wordt. Omdat hij blijft op die afstand qua scherpstelling. Om daaruit te komen, moet ik opnieuw in het beeld tikken en even heen en weer bewegen. En dan staat hij weer op de gewone automatische scherpstelling. Daarnaast heb je natuurlijk ook de mogelijkheid, en dat hangt een beetje af van welke telefoon je hebt, om in te zoomen. Met die 2,5 kan deze 2,5 keer vergroten. Dit is de standaard lens en hij kan ook een hele grote groothoek maken. Ik vind het prima als je die gebruikt. Wat ik niet prima vind, is als je gaat swipen met je vingers groter of kleiner, dat doet hij ook. En dan pakt hij een lens en gaat hij vervolgens met die lens uitvergroten. Maar dan vergroot hij gewoon pixels. Dat kun je beter, als je het al doet, in de montagesoftware doen. Dus doe dat niet. De digitale zoom werkt over het algemeen niet heel goed. En de beste zoomlens, dat is een uitspraak van een videograaf, fotograaf uit Australië. De beste zoomlens is your legs. Dus go ahead, ga erheen, loop er naartoe en maak daar je beelden. Bijkomend voordeel is dat je geluid ook veel beter is. Over geluid gesproken, dat is een heel belangrijk onderdeel van je filmen. Want als er slechte geluidskwaliteit is, storend geluid, windgeruis, dan klikken mensen weg. Die mensen vinden dat vervelend. Dus geluidskwaliteit is een selectief criterium, dus hou er rekening mee. En er zijn ook alternatieven voor, die laat ik zo zien. Ik leg mijn telefoon weg en ga even naar het volgende scherm, wat met name over de microfoons gaat. Want de eerste mogelijkheid die je hebt om iets aan je geluid te doen, dat heb je waarschijnlijk ergens liggen in de kast. En als je even naar het scherm van mij kijkt, dan zie je, ik hou hier een oud koptelefoontje van een vorige telefoon op. Als bijna altijd is het, zijn de oortjes niet meer goed. De rest is nog prima. Dus als ik die hier afknip, hier, dat oortje eraf. En hier het andere oortje eraf. Dan houd ik deze over.
En dat is een prima daspeld microfoontje. Het enige wat ik nog hoef te doen is er een klein knijpertje aan te plakken. En als ik dat combineer, want het snoer is dan nog niet heel erg lang, met een klein verlengsnoer van dit 6 meter. Dan kan ik gewoon iemand zijn verhaal laten doen op een afstand van minder dan 6 meter. Met perfect geluid. Daar bestaat ook een, je kunt het ook kopen. Dan kom je op deze uit. Die is van Rode. Werkt ook perfect. En ook die kun je weer met deze gebruiken. En die kun je zelfs, wat je ook nog hebt, is dit. En dat zijn, is een ontvangertje en een zendertje. En deze plug je in je telefoon met een kabeltje. Heb je helemaal geweldig geluid. En deze zit een microfoontje in, maar je kunt er ook zo'n lavalier in zetten. Is helemaal top. Dat kost wel geld, dat kost 200 euro. Er is inmiddels een opvolger van. Die is helemaal digitaal, dus nog beter. En daar krijg je 2 zendertjes bij. Dus dat is perfect om een interview bijvoorbeeld mee op te nemen. Dat wat betreft de microfoons. Nog even over de apps waarmee je filmt. De standaard app, zowel op Android als op iOS, die voldoet. Die is prima, die volstaat helemaal. En die werkt zoals ik net liet zien. Als je veel kennis hebt van belichting en dergelijke in fotografie, dan zou je kunnen denken aan Filmic Pro. Dat is een betaalde app waarin je echt alles onafhankelijk van elkaar kunt instellen, tot en met de witbalans aan toe. Maar nogmaals, de standaard app volstaat. Ik ga even kort wat dingen van hoe je je beeld opbouwt, hoe je het in beeld brengt, doorlopen. Het allereerste is perspectief, geef richting. Het is belangrijk om je te realiseren, want wij mensen zijn daar echt heel gevoelig voor. Zodra er iemand op een kansel staat, dan zijn wij min of meer, of in ieder geval in de positie, qua positie, zijn we ondergeschikt en staat die ander ons toe te spreken. Omgekeerd is hetzelfde als je iemand naar beneden toe filmt, dan sta je daar als het ware boven. En het werkt echt op minimaal niveau ook, hè? Een klein beetje naar boven filmen of een klein beetje naar onder maakt al dat we onbewust in ons hoofd ons die posities realiseren. Dus ik zeg op zich van film neutraal op ooghoogte en echt ooghoogte is dit en niet dit en niet dat. Tenzij je echt het wil gebruiken voor je boodschap, dan is dat prima natuurlijk. Dan zou ik zeggen experimenteren, altijd. Nou, verder is het belangrijk dat je realiseert van er is niet alleen dat beeld waarmee je begint, wat je in eerste instantie voor ogen hebt, maar je kunt het op veel manieren in beeld brengen. En wat je hier als eerste ziet is dat establishing shot. Dat kan aan het begin zijn, maar dat hoeft helemaal niet. En soms is het helemaal niet nodig. Maar in wezen is een establishing shot, is, zeg maar, daar laat je zien wat de context is van waar het verhaal gebeurt. En daarnaast heb je allerlei shots die je kunt invullen. Het enige nadeel van deze benadering is dat het allemaal recht van voren is. Terwijl in het voorbeeld dat ik jullie liet zien van Sophie de Soundwalk, wat zij als filmer deed, die Loes Wernsen, was juist hoeken maken. Die maakte allemaal posities. En dat is waarom dat beeld spannend is. En dat is waarom als je deze jongen op deze manier alleen maar filmt, waardoor het, ja, hoezeer je ook varieert, toch relatief monotoon wordt.
Dus dat moet je in gedachten houden. En nu op het moment is ontzettend in om echt helemaal op de huid te zitten. En zodat je zeg maar in series en in films, dat je de huidjes of de haartjes op de huid scherp in beeld krijgt. Maar varieer en vergeet die hoeken niet. Komen we bij de compositie. Nou, gulden snijden, heel veel mensen hebben daar wel van gehoord. Zowel vanuit de natuur als uit de wiskunde. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij het heel aangenaam vinden om daarnaar te kijken. En dat is de reden waarom dat zo goed werkt. Het is gewoon een plezierig afgewogen beeld. En je hebt als alternatief voor de camera de regel van 3. En die hebben we er straks aangezet met, met dat raster. Zoals je goed kunt zien bij dit beeld, is het zo dat hij zeg maar, bij zeg maar, de natuurlijke vorm, links, dat hij echt zeg maar, met die ogen zo ongeveer in de kern zit van die gulden snede. Als je dat afzet tegen de regel van 3, dan zie je dat hij daar net boven zit. En dat zou ik ook, als ik jou, als ik jullie was, zoveel mogelijk aanhouden. Net erboven. Dat is een heel mooie, een fijn beeld om naar te kijken. Overigens komt dit beeld van een, is een uitsnede, of nee, niet uitsnede, een stil uit een film van een cursist van ons, bij het RIVM trouwens, waarin zeg maar de achtergrond heel goed betrokken wordt bij de boodschap. Want hij vertelt een heel verhaal over dingen die je achter hem geprojecteerd ziet. Wat daar helemaal mooi aan is, is dat het in een diagonaal achter hem loopt, waardoor hij als het ware aan ervoor komt te zitten. Ervoor komt te staan. Dat werkt ontzettend goed. En dat maakt het beeld levendig. En tot slot in dit stukje, blijf aan één kant. Zodra je over de as heen gaat, krijg je shotwisseling. En dat geeft verwarring. Als de voetballers plotseling de andere kant op voetballen, dan ga je daar eerst even over nadenken. Hoe zit dit nou? Dus let daarop. Hetzelfde geldt voor de kijkas. En het meest duidelijk is het bij de dramatische as, als mensen een verhaal tegen elkaar vertellen. Je ziet in die plaatjes helemaal rechts. Het eerste plaatje zie je hoe mensen ten opzichte van elkaar staan. Vanuit positie van de camera 1. En vervolgens plotseling vanaf de hele andere kant. Dan zijn die mensen omgewisseld. En dan ben je de eerste tijd van dat beeld, ben je je publiek kwijt. Want dat publiek is eerst aan het corrigeren voor zichzelf hoe dat zit met die shotwisseling. Dus hou dat in gedachten. En zeker met wandelen of met fietsen kom je dit vaker tegen. Qua monteren, waar moeten we dan aan denken? Welke apps zijn daarvoor geschikt? Nou, op het Android en iOS platform heb je de mogelijkheid van KineMaster. Die is gratis, maar heeft dan wel een watermerk in beeld. Op zich redelijk acceptabel, maar en werkt voor de rest met een abonnementsmodel. Kost ongeveer rond de €5 per maand. Alleen op iOS heb je tot nu toe LumaFusion. Het is in ontwikkeling voor Android. Maar het is nog niet zover. Maar dat gaat dit jaar nog wel gebeuren, denk ik. Hoop ik. En dat is een eenmalige uitgave. En die kost rond de €30. Maar dan heb je hem ook met alle updates die daarop volgen.
Dan heb je verder geen kosten meer aan. Er zijn een paar dingen die er extra in de app zitten, die je los nog kunt aanschaffen, maar dat stelt niet zoveel voor. En je krijgt ontzettend veel waar voor je geld, want ze maken met die app wel ongeveer waar wat ze vertellen, namelijk dat je bijna een desktop editor hebt. En je hebt dat dan met het intuïtieve van een tablet of een iPhone. En dat werkt gewoon fantastisch. Oké, maar eigenlijk de kern van mijn verhaal gaat erover hoe breng je je verhaal in beeld. Want daar draait het natuurlijk om. Als je op een geweldige plek bent, zoals bijvoorbeeld hier, dan wil je dat in beeld brengen. En hoe ga je dat in beeld brengen? Want ik wil je op het hart drukken, als je gaat wandelen of als je gaat fietsen, bedenk je niet dat je die hele tocht, een documentaire als het ware, daarover moet maken. Dat moet je niet doen, want dan kom je niet meer aan wandelen of aan fietsen toe. Dan komt alles een teken van die gruwel van een film, wat dat wordt het uiteindelijk, te staan. Dus wat ik je op het hart wil drukken, is vooral kort te filmen. En vooral een plek te kiezen van, oh, dit vind ik mooi, dit vind ik het waard om een half uurtje van mijn tijd aan te spenderen, om shots te maken die ik inderdaad dan 's avonds of later ga monteren. Zo zie ik het. En dan blijft het leuk, dan blijft het behapbaar. En natuurlijk kun je dan alsnog van al die momenten die je tegenkomt een compilatie maken. Maar je kunt het veel beter zo zien als een serie. En niet als één groot aan één stuk lopend verhaal. Dus als je dit zo ziet, hoe ga je dan je verhaal maken? Ik geef een voorzetje met een filmpje, misschien dat je het al gezien hebt. En dan ga ik daarna even de opbouw daarvan met jullie doornemen. Het duurt heel kort, minder dan een minuut. En nu de opbouw, van hoe is het opgebouwd? Nou, beginnen met een establishing shot, hè? Opening shot, met een titel erbij, fietsen in het noorden leeg. Vervolgens gebruik ik een plakshot om door te gaan naar een beeld, eigenlijk eenzelfde soort beeld, maar dan iets dichterbij. En dat plakshot heb ik nodig, omdat ik anders die fietser op een manier moet laten verspringen, dat hij als het ware terugkomt in de tijd. Ja, dat wil je niet. Dat geeft ook weer. Dat zijn ook dingen die tot verwarring leiden. Dan de tweede scène. Eigenlijk niets meer en minder dan een kort detail waarin die fiets langskomt. En met als detail de banden met audio. En die audio is daar heel erg belangrijk in. Nou, je kunt je voorstellen dat je daar heel goed met deze wegkomt, die ik er straks liet zien. Sterker nog, als je naar het equivalent hiervan zou kijken, bijvoorbeeld de stappen die je zet bij het klimmen, de klimmen van een pas, ik noem maar wat. Als je dan deze aan je sok hebt hangen, of aan je bergschoen, dan kun je je voorstellen hoe indrukwekkend dat geluid jouw beeld kan ondersteunen als je dan een close-up maakt van een stap of drie stappen. Dus probeer zo te denken.
Scène 3. Dan gaan we eigenlijk naar die close-up toe, waarin zij even, al is het kort, maar toch contact legt en in de camera kijkt. Ik heb daar dat eerste beeld wel voor nodig, want anders is dat, als dit vanaf die band plotseling in die close-up, dat is niet logisch. En dat is een te ver van, zeg maar, helemaal naar beneden, van helemaal naar boven. Dus daar heb je die begeleiding van dat shot waarin ze nog een stukje verder doorfietst, heb je nodig. En dan gaan we naar de vierde scène, de afsluiting. Dat ze weer over de dijk gaat. Hè? Dus de Deltadijk waar het Noorderleeg aan ligt. En daarna naar het eindshot met de aftiteling. Dus heel simpel ziet zo de opbouw. Maar op zich een heel kort moment uit die fietstocht kan er zo uitzien. Ik laat hem nog een keer zien en kijk er dan vanuit dat perspectief naar. En aansluitend laat ik ook een filmpje zien, nog korter geloof ik. En dat is met een drone gefilmd. Het volgende filmpje gaat over een strandwandeling op Texel bij paal 28, als ik het goed heb. En eigenlijk een prachtig moment waarop die zon ondergaat. En hoewel ik net niet alle beelden precies zo heb gefilmd zoals ik zou willen, op zich, zulke momenten zijn zo kort, dan heb je niet de bewegingsruimte om het opnieuw te maken, dan moet je het doen met de beelden die je hebt. En daar heb ik dit van gemaakt. Heel simpel. En dan zijn we nu weer terug bij het beeld waarmee we begonnen. Hè? Van dit is het verhaal wat we in beeld willen brengen. Hier ben je. Hoe zou je dat kunnen doen? Want je wil natuurlijk iets van beweging. En voordat ik het vergeet, zoek de beweging vooral zo min mogelijk in het bewegen van de camera. En zoveel mogelijk van het bewegen wat er in beeld gebeurt. En realiseer je heel goed dat als je deze beweging maakt, als je aan het pannen bent, dat onze ogen daar heel slecht op ingesteld zijn. En dat we dat al heel snel, heel schokkerig zien. Zo tok, 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 tok. Dat we als het ware al die fotootjes achter elkaar geplakt zien. Dus laat vooral de wereld bewegen en hou zoveel mogelijk de camera stil. Dat kan niet altijd, dat begrijp ik heel goed. En soms wil je ook dingen volgen, dat is allemaal prima. Maar het standaard, zeg maar, pannen van de omgeving, als je dat aan het doen bent, denk dan nog een keertje na. Maar goed, we zijn nog steeds op die plek. Het eerste wat je moet doen is even vooral heel goed kijken. Want daar draait het eigenlijk altijd om. Kijken, kijken, kijken. En als ik eens inzoom op die onderkant, of die rechterkant van deze foto, dan zie je dat er ook een auto aankomt in de verte. Dus je hebt die fietser, die wil je in beeld brengen. En je hebt die auto. Wil je dat juist laten gebeuren? Is dat spannend? Kun je daar iets mee? Dat hangt helemaal af van hoe je in die rij zit.
Of wil je het juist de leegte, de eenzaamheid benadrukken? Dat kan ook. Dan moet je dus even wachten tot die auto voorbij is. En dan heb je in de tussentijd tijd om even te kijken daar van hoe ga ik dat in beeld brengen? Want ik zit gelijk al te denken van nou, ik wil die camera een beetje laag hebben. Zodat ik ook die bergen misschien een beetje van onderaf zo in beeld kan brengen. En ik wil natuurlijk meerdere shots hebben en ik wil een detail hebben. En detail is altijd ontzettend belangrijk. Dus het zou zelfs zo kunnen zijn. Je ziet daar de weg een beetje naar beneden lopen. En daarna omhoog. Het zou best kunnen zijn dat daar iets van een bedding ligt. Misschien is daar wel water. Het is natuurlijk prachtig om een beeld te maken van de, als daar een plasje water is, van die fiets die daar doorheen rijdt. En dan weer, ja, liefst met geluid natuurlijk. Probeer zo te kijken. Vanuit die verschillende kanten. Vanuit die verschillende perspectieven. En zo breng je je verhaal dan in beeld. En ik heb het er straks al even aangestipt. Hè? Wat mij betreft breng je niet zozeer je verhaal in beeld. Wat mij betreft breng je vooral momenten van je reis in beeld. En daar wil ik jullie echt van harte heel veel plezier en succes in wensen. Misschien kan ik daarin je helpen. Ik geef een workshop bij Beagle Bikes. En daar ga ik met name in op het monteren. Ik ben hier meer ingegaan op zeg maar, de bouwstenen. Waarmee je uiteindelijk zeg maar, die montage tot een goed eind kunt brengen. Nou, wat daarin aan de orde komt is knippen, trimmen, overgangen maken. Welke gebruik je wel, welke absoluut niet. Een titel, hoe breng je die? Een logo eventueel, hoe je dat neerzet. Wat heel belangrijk is, is beeld over beeld. Ja, van zo'n close-up, hoe laat je die even doorlopen. En gebruiken als een soort plakshot naar het volgende beeld. Voice-over, dat is iets wat... Wat bij dit soort films heel vaak heel plezierig is. Als je dat ook in je bagage hebt. En muziek. Want dat eerste filmpje wat ik er net liet zien. En trouwens het tweede filmpje ook. Die zijn heel anders als daar die muziek niet onder ligt. En daar ga ik ook op in. Van hoe je dat. Waar je dat kunt vinden. En welke muziek je mag gebruiken. Ik kijk even naar Robert. Of inschrijven kan bij Beagle Bikes. Want ik geef het ook in de winkel bij Beagle Bikes in Utrecht. Zijn er vragen, Robert? Ja, Arthur, hartstikke bedankt. Ik vond het heel boeiend. Zelf was ik in de veronderstelling dat ik alles al wist natuurlijk. Maar ik heb er toch nog heel veel van opgestoken. Hartstikke leuk.